ik vind het leven heel leuk en ik wil dat laten zien door met heel veel gevoel en plezier te tekenen. Dat is een manier om mijn liefde voor het leven te laten zien. Maar dat kan je ook alleen laten zien als je ook met plezier en liefde tekent, want dan komt het in die tekening terecht. Dat is ook met koken, het is alleen lekker als het met liefde gemaakt is. Ik kijk altijd goed om me heen of er iets te zien is wat ik kan gebruiken. En als ik dan een tekening ga maken, dan gebruik ik bijvoorbeeld de ruimte die ik zie. Die kan ik tekenen. Maar wat ik ook heel mooi vind is, wat zie ik nou als ik door het raam kijk? En ik heb daarin een prachtige plant staan en het licht valt er zo mooi op. Maar ik vind het best wel moeilijk, want dat vel is vrij groot. En ga ik het nou klein tekenen of groot, daar wil ik dan heel even over nadenken. Maar ik heb er ook heel veel zin in, dus ik begin gewoon. Tekenen, dat is heel direct. Je hebt een idee en je gaat tekenen en zodra je een paar lijntjes gezet hebt, is er al iets. Is er al een tekening. En wat ik mooi vind is dat je gewoon met één potlood een heel verhaal kan vertellen, een heel beeld kan maken. En ik vind het leuk om niet precies te tekenen hoe die plant eruit ziet zoals je dat zou doen als je een foto maakt. Dus het is niet zoals een foto, maar ik wil ook een beetje mijn fantasie gebruiken. Bijvoorbeeld dit blad van de plant kan ik expres een beetje groter maken. Iedereen kan tekenen. In principe hoef je maar een potlood op het papier te zetten en je gedachten te volgen, of zelfs gedachteloos te tekenen, en er gebeurt iets. En dan ga je kijken, wat heb ik nou gedaan? En dan heb je al een stukje leven eigenlijk op het papier gezet met je potlood. Dan ga je gewoon heel de dag streepjes zetten. Zo'n blad, dat krijgt dan helemaal een eigen karakter. En dat gaat zich ook op die manier losmaken van de achtergrond. Nou, als je zin hebt om te tekenen, moet je het eigenlijk meteen doen. Wat leuk is als je altijd een klein boekje in je tas hebt met witte blaadjes. En het maakt niet uit of je met een pen of een potlood tekent. Maar als er iets in je opkomt, meteen doen. En het hoeft nergens op te lijken, want het is helemaal van jou. En het doet er ook helemaal niet toe of het goed of slecht is. Het gaat erom dat het helemaal klopt met hoe jij je voelt.